Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eikenduin. Welkom bij de zomer in het zuiden. Vandaag zijn we in het prachtige Helden. U herkent het vast en zeker in het land van Eik en Duin. Daar de golfbaan, hierachter Fusion en de gastrobar 9. En ik heb bijzondere gasten hier aan tafel. De trouwste supporter van Oranje. Iemand die weet hoe het is dat er iemand langs de kant staat. Dat er supporters zijn en dat ook zeer op prijs stelt. En we zijn hier te gast, ik zei het al, bij de golfvereniging van Land van Eik en Duin. Zeg ik het goed, Hans? Ja, helemaal goed. En daar helemaal geef je al jaar en dag les, geloof ik. Jaar en dag. Het is nu mijn vijfde seizoen. En dat is een superclub. Ja. Gezellige mensen in een prachtige ambiance. Ja. Mooie 9-holes golfbaan met alle faciliteiten erop. Dus, het ademt hier rust en ruimte. Juist. Zeg ik het goed? Wat maakt dit complex zo bijzonder? Want volgens mij heb je het gevoel dat je elke dag vakantie hebt. Of zeg ik dat nog goed? Want als je hier zit, heb je het idee dat je in een vakantieomgeving bent. Sabrina komt helemaal tot rust tussen de criteria door. Klopt dat? Ja, ik zeg net, ik heb het mooiste kantoor van Nederland en de prachtigste baan. Dus met andere woorden van, lekker rustig. En de mensen het onderricht geven, dat ze het golven leren. En dat is prachtig. En voor de mensen die hier langs rijden, richting Kessel, en hier Fusion zien liggen, die denken bij zichzelf, wat is dat nou? Is het nou een golfbaan? Is het dan Fusion? Is het nou gastrobar 9? Help eens uit de brand, Hans. Nou ja, het is een golfbaan met een restaurant aan de voorkant en dat is Fusion. Alleen, we hebben nu sinds een jaar hebben wij een eigen restaurant, de gastrobar 9. Dat hebben we gebouwd in de oude brasserie, die er eigenlijk toen al was. Alleen nu is het echt puur en sec voor het golven. En dus iedereen is welkom. Ja, want zo is het ook. Hè? Iedereen mag hier bij de gastrobar 9, zeg maar bij de kantine, om het oneerbiedig te zeggen. Restaurant zou ik zeggen. Restaurant. Dus, kantine. Maar in ieder geval op het terrasje gaan zitten en een kop koffie komen drinken. Ja, geen enkel punt. En zelfs als ze in het bezit zijn van een vaardigheid waar golf betreft, kunnen ze ook nog 9-holes golven. Ja, want dat is niet zoals bij midgetgolf, dat je zomaar iets kan afhuren en kan spelen. Nee. Je moet wel over een vaardigheid beschikken. Klopt. Welke vaardigheid is dat? Ja, de vaardigheid minimaal het theorie-examen. Hè, dus dat zijn 30 vragen die gesteld worden over etiketten en over de spelregels. Ja. Hè, en als dat goed met goed vervolg afgelegd is, dan krijgen ze een inactief handicap 54 en dan door kaarten te lopen, hè, dus te golven, kunnen ze dat activeren. Ja. En dan begint het hele spelletje van het handicap lopen. Ja. Dus, en welke handicap heb jij? Ja, ik heb nu 7,2 op de Stippelberg, zeg ik altijd. Hè. Dus, maar hier, als ik hier loop, dan moet ik toch met 2-3 slagen boven de baan binnenkomen. Mm-hmm. Ja. 9-holes, maar het is wel een volwaardige golfbaan. Ja. Wat is dan het verschil met andere golfbanen? Nou, vaak heb je met grote banen, zoals ze dat noemen, die hebben minimaal 18-holes. Mm-hmm. Of zelfs 27-holes, 3 lussen van 9. Dan heb je banen die dus gewoon sec 18-holes hebben. En dan, wij hebben 9-holes, maar die loop je eigenlijk 2 keer. En dan heb je ook 18-holes gelopen. Ja. Maar dus het is niet makkelijker. Er komen wel eens mensen hier die doen een beetje denigrerend en die zeggen, 9-holes, dat doe ik even. Ja, inderdaad. Geen enkel probleem. Ja, en dan zeg ik altijd van, weet je wat je doet? Je betaalt gewoon je green fee, loop je een par. Wat is green fee? Een green fee is een bewijs dat je dus de baan in mag, dus eigenlijk een toegangskaartje. Hè. Mm-hmm. En dan zeg ik van, als je alles par speelt, betaal ik het dubbele terug. Ja, een par betekent dat par, dat is een afkorting van professional average result. Ja. Dus wat een professional er gemiddeld over zou doen. Ja. Dus, en wij hebben dan, vanwege die C-status, hebben wij 7 par 3'en en 2 par 4'en. En dat wil dus zeggen van, als ik met, dus een par 3 is 1 slag op de green, 2 puts
En dan heb je een paar gespeeld. Nou, en dat is, ja, ja, dat is een hele uitdaging. Dat valt nog vies tegen, heb ik dat begrepen. Dat valt vies tegen, komt dat omdat het, als ik zo om me heen kijk, een heel geaccidenteerd terrein is? Klopt, inderdaad. En er staat altijd wel een boom of een takje of een blaadje. Of een kraanvogel. Of een kraanvogel. Ja, want die wordt ook wel eens geraakt, heb ik begrepen. Ja, 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 ja. Dan staan wij er altijd versteld van. Want als we zouden zeggen van je moet die kraanvogel raken, dan raken ze hem niet. Nee. Maar ja, het komt voor. Ja. Het komt voor. Ja. Maar al die tijd, of eigenlijk vroeger, want je komt oorspronkelijk uit Brabant. Hè? Je moet elke dag je paspoort laten zien. Ja, 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 inderdaad. Anders mag ik niet binnen. Dan mag je niet binnen. Je hebt vroeger de HBS gedaan, heb ik op LinkedIn bekeken. Klopt, klopt. Heb je dit altijd gewild? Dat jij... Nou, ik van jongs af aan heb ik in de sport gezeten. Mijn ouders die hadden een sportzaak. En ik van heel jongs af aan heb ik altijd gezegd, ik wil bij papa werken, dus in de zaak. Nou, dat heb ik ook gedaan. Alleen op een gegeven moment was het dag en nacht werken. We hadden 13 man personeel. En toen heb ik gezegd, ja, maar zo wil ik niet oud worden. Ik was, er was geen uur dat ik niet met de zaak bezig was. Mm-hmm. Toen heb ik de beslissing genomen, ik ga de hele boel verkopen. En ik gaf al wat hockeytraining en wat tennisles. En toen heb ik echt gezegd van nou jongens, daar wil ik me verder in gaan specialiseren. Ik golfde al vanaf mijn 16e. Ja. En ik ben toen naar Frankrijk gegaan, daar de opleiding gedaan. Ja, dat is een gouden keus geweest. Ja, en je kan dit tot een lengte van dagen blijven spelen volgens mij. Ja, ik heb echt, je kunt het inderdaad tot lengte en dagen, maar als ik dadelijk echt merk van, ik kan het niet meer goed voordoen, of ik kan het niet meer laten zien zoals het dan eigenlijk moet, dan stop ik, alle minuut. Mm-hmm. Want ik wil kwaliteit bieden en dat vind ik het fijne van Dominique, hè, dus de eigenaar. Ik wil voor kwaliteit gaan en daarom hebben wij eigenlijk zo'n ontzettende goede klik. Mm-hmm. Ik ben een ontzettende strever. Ik wil gewoon het beste van het beste. Ik zeg ook altijd, als mensen van mij les krijgen en die gaan weg en die zeggen, nou heb ik iets geleerd, dan groei ik. Ik heb begrepen, uit Betrouwbare Bron, dat jij al kan zien hoe iemand loopt of die eventueel aanleg heeft. Nou, dat gaat me wel heel ver. Of hij sportief aanleg heeft. Hè? Ja. Dus kijk, golven, dat is de moeilijkste sport ter wereld. Hè? Daar hebben we het inderdaad ook al is over echt gehad. Technisch dat de is technisch de moeilijkste sport. Wielrennen is veel makkelijker? Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Maar het is dit, alles moet kloppen. Ja. Alles moet kloppen. Ja. En dat maakt het eigenlijk zo, ja, zo spannend. Hè? Ja. Want het is spannend en het is ook iedere keer een uitdaging. Hè? Want ik hoor ook wel eens mensen zeggen van ja, het is toch iedere keer hetzelfde parcoursje waar je loopt. Maar die vlag die wordt iedere keer verzet. Er zijn iedere keer andere externe omstandigheden. Wind, de dichtheid van de lucht. Dus het is altijd anders. Iedere bal is anders. En die vraag kan natuurlijk niet achterblijven. Vroeger was het toch wel, en dat heb je vast en zeker meegemaakt, ook voor de high society. Ja, vooral voor de high society. Klopt. Wat was klopt. Het verschil met vroeger en nu? Hoe ging het vroeger? Ja, vroeger was het van, je meldde je aan bij een club. Mm-hmm. Dan moest je minimaal 3 handtekeningen hebben om toegelaten te worden tot de ballotagecommissie. Gee. Ja, en als dan de ballotagecommissie je doopzeel eigenlijk gelicht had, hè, wat doe je, welk inkomen heb je. Dus als een eenvoudige docent, of als wielrenner, of als trouwe oranje supporter kwam je dan niet tussen waarschijnlijk? Was het heel moeilijk. Was het heel, maar dan praat ik wel jaren geleden. Hè. Dat is, En gelukkig is het allemaal toegankelijker geworden. Mm-hmm. Dat is net, ik vergelijk het wel eens, vroeger had je badminton en je had tennis. Badminton was tennis voor de armen. Ja. En tennis dat was voor de high society. Ja. Hè. Gelukkig is dat ook allemaal glad gestreken. En nu proberen wij het echt voor iedereen toegankelijk te maken. Ja. En ik had het er straks ook over dat examen. Hè. Daar staan 12 etikettenvragen in. En dan zeg ik altijd, als iemand zich netjes gedraagt, de baan goed spaart. Hè. Dus dat hij geen beschadigingen aanbrengt. Ja, dan heb je al heel veel... Want we zitten nu bijna op de green. Ja, dat dus, mag eigenlijk niet, hè? Dat is eigenlijk, nee, dat is heilige grond. Hè? Dus kijk, een golfbaan staat en valt bij een green. Als je nog zo'n mooi park hebt en je hebt de greens die zijn beschadigd, mm-hmm.
dan zal een goede golfer nooit meer terugkomen. Die zal zeggen, zorg eerst maar dat je je zaakjes goed doet. En dan kan het nog zo mooi zijn. Ja. Die greens die moeten perfect zijn. Ja, had ik een tijdje geleden Hendrik Zaarden, de graszodenbedrijf, had ik een interview mee. Ja, ja, of die zat hier aan tafel. Maar dit is heel speciaal gras, hè? Ja, dat is speciaal gras, ja, inderdaad. Het is niet, en dat, het is ook een mix, hè. Dus er zijn meerdere grassoorten natuurlijk, hè. En dan wordt er gemixt. Ja. En dan wordt gekeken, hè, van hoe is de gesteldheid van de grond. Ja. En dan wordt daar dat gras op gezaaid. Ja. En dan, ja. En dan, zijn dit hier goede greens? Ja, je gaat natuurlijk ongetwijfeld... Nou ja, de kwaliteit is zeker niet slecht. Zo zal ik het zeggen. Het is, kijk, dat is altijd beter. Maar in wezen van uitgaande van een parkbaan, waar heel veel bomen zijn, die enorm veel vocht optrekken, hebben hier geweldige greens. Worden ook goed onderhouden, goed gesneden, op netjes geprikt, op tijd geprikt, ingezand, ingezaaid. En we hebben 2 greenkeepers. Nou, dat is echt geweldig. Ja. Die, en hoe gaat het met het ledenaantal? Want ik hoorde net al dat je heel even 2 mensen moest aanmelden. Ja, ja, ja. Die hebben zich onlangs net aangemeld. Ja, inderdaad. Ja. Gaat en goed? Iedere dag komt er wel iets bij. We hebben eigenlijk heel veel geluk gehad. En een ongeluk natuurlijk met corona. Maar bij corona stond voetbal heel zwaar onder druk. Stond hockey heel zwaar onder druk. En daar hebben wij eigenlijk de vruchten van geplukt. Want golf mocht gewoon doorgaan. Ja, hier kan je makkelijk 1,5 meter afstand bewaren. Heel makkelijk. Ja. Heel makkelijk. Aan tafel zit ook een supporter. De trouwste Oranje supporter. De trouwste Oranje supporter. Misschien wel de trouwste supporter überhaupt in de wereld. Ik weet het niet. Ik had nog even de vraag, Miek, of je in tenue zou aankomen of gewoon incognito. Maar ik ben blij dat je dit hebt aangetrokken. Oh, dankjewel. Want het is maar goed dat we nu met elkaar praten. Want je gaat binnenkort ook naar Parijs natuurlijk. Ja, naar de Olympische Spelen. Waar heb je kaartjes van? Kaartjes voor handbal, volleybal, 3 kaarten atletiek, dressuur, waterpolo. Maar niet Nederland, dat is wel jammer. Ja. Nou, volgens mij is het dat. Ja, ja, Hans die zit hier natuurlijk als rechtgeaarde zakenman. Die denkt, hoe kom je aan die kaartjes? Heb je die gekregen? Heb je een netwerk? Of moet je dat gewoon echt zelf allemaal betalen? Nee, het is gewoon zelf betalen. En gewoon net als ieder ander inschrijven bij het ticketbureau, denk ik dat het is. Bij Paris. Ja. En dan gewoon hopen dat je wat krijgt. Al vroeg inschrijven, dat wel. Ja. Ik kon meeliften de eerste serie met 5 dames, 4 dames, die hielden van dressuur. Dus, en dat was blijkbaar een pakketje. Dus had ik 3 dressuurkaarten. Mm-hmm. En er zat een hockeykaart bij, maar die is ook niet voor Nederland. Dus dat is wel jammer, dat weet je niet in het begin. Dan is Nederland nog niet gekwalificeerd. Nee. Ja, dus. Later heb ik... Ik heb nog maar wel bijgekocht. Ja. Ja. Hoeveel mensen willen op een dag nu, als je straks naar Parijs gaat, de Nederlanders met jou op de foto? Ja, dat weet ik niet. Misschien wel 2000, ik weet het niet. Ja? Het is een gekkenhuis. Ja. Ja, echt. Ja, dan willen we toch even naar het begin, Hans. Want Sabrina, want die denkt bij zichzelf. Heb je haar ooit langs het parcours zien staan, of niet? Nee, eigenlijk nog nooit. Nee. Oh, ik ben wel bij de laatste Amstel Gold Race geweest. Oh. Ik weet niet of jij dan mee hebt ik gedaan. Ik heb meegedaan. Ja, dan stond ik. Ja, ja Sabrina, moet je een beetje om je heen kijken. Ja. Want zij reist stad en land af, doet het allemaal op eigen kosten. En zonder gekheid. Ja. Want dat is wel het geval, hè? Je in Australië, Nieuw-Zeeland, je kan het zo gek niet bedenken. Rio 2016, Olympische Spelen. Maar hoe is dat ooit voor de eerste keer ontstaan? Want volgens mij wilde je ooit misschien wel topsporter worden. Was dat wel een droom voor jou? Ja, dat was heel vroeger. Toen was ik nog klein. Ja, klein. 15. Ja. En toen ben ik begonnen met... Er was een wieler zesdaags in het dorp. Ja. Ja, en de vrouwen kregen wel altijd voorsprong op de mannen. En ik won altijd. Dus ik denk, misschien is... De explosiviteit van het wielrennen is wel iets voor mij. Ja. Ja, toen ben ik me gaan trainen en op mijn 15e ben ik begonnen met bij de top van Nederland. Ja. Mieke Havik, Katie Oosthagen, Annie Borkink, Petra de Bruin, de wereldkampioene. Ex-wereldkampioene. Ja, ik zit opeens me voor te stellen hoe jij op een fiets zit met dit kaasding op je hoofd. Heel moeilijk. Dat zou heel moeilijk zijn. Helpen en beginnen er al een klein beetje op te lijken. Maar het is dus niet gelukt om daar je werk van te maken. Nee. Hoe is dan voor de eerste keer dat zaadje geplant dat je een Oranje supporter werd?
Volgens mij ben je ooit naar een voetbalwedstrijd geweest? Ja, ik denk dat dat heel vroeger is als kind zijnde. Met ons vader. Nee, met ons vader. Moesten na de afwas moesten een balspel doen. En, met twee broers. En zo is de competitie is een beetje begonnen. Ja. Competitie met mezelf. En ja, willen winnen van mijn vader en van mijn twee broers natuurlijk. Maar was elke avond was, na het eten was een vaste prik. Dat was op straat. Een balspel. Ja. Er was nog een zandweg. Dus. Ja, maar dat doen we bij jezelf aan het sporten. Maar nu vraag ik me af naar supporter zijn. En naar zo'n... Ja, ik heb altijd liefde gehad voor elke tak van sport. En ook wel passie. Mm-hmm. En in 2014 zou ik naar het WK in Brazilië gaan met mijn broer. Zo, ja, een ander tenue dan. Maar wel allebei met een kaas op. Nee, ik lieg... In 2014 was het WK voetbal en toen werd ik ziek. Werd er een goedaardige hersentumor geconstateerd. En daar ben ik aan geopereerd. En toen kon ik niet gaan. Toen ben ik in het tenue wat ik had, ben ik naar het WK beachvolleybal in Den Haag heb ik bezocht. En zo is het ontstaan. Ja. Denk ik, van vroeger uit wist ik wat de topsporters moesten doen en laten. En wat voor arbeid dat ze moesten verrichten. En daar heb ik toch wel heel veel respect voor. Ja. Ja. Is het ook lekker dat je eigenlijk als supporter... Kijk, de meeste supporters gaan op in de massa, hè? Maar dat is bij jou nooit het geval, want die camera weet je altijd te vinden, geloof ik. Ja, wel vaak. Maar het is me niet te doen om de camera. Maar het is gewoon een stuk steun geven aan de supporters. Ja. Ja. Dus die camera, dat is dan bijzaak. Maar... Ja. En in Nieuw-Zeeland, waar je een keer was, want daar heb je ook familie wonen, geloof ik. Dan was je een van de weinige Nederlandse oranje supporters op de tribune, geloof ik. Ja, er waren er volgens mij 300 of zo, dus er waren er niet zoveel. Ja. Nee. Dus ja, heel bijzonder. Ik zit me ook meteen af te vragen waarom een... Ja, je komt zelf uit Amerika, hè, Mieke? Of Miek? Waarom kaas? Kaas is puur Hollands. En een koe is puur Maar dan Hollands. Denk ik aan Alkmaar en aan Edam. Maar ik denk niet aan Amerika. Nee. Dat is een vrijheidsbeeld. Ja, Amerika met de C dan. Ja. Maar, ik bedoel, op een kleding staan tulpen. Ja, dat is ook niet typisch Amerikaans. Houten klompen draag ik en daar loop ik op. Dat is ook niet. Nee. Nou, het is gewoon het totale plaatje. Dat is blauw. En op een gegeven moment las ik ook ergens dat de jurk een beetje kapot was gegaan. Iemand heeft jou het leven gered, geloof ik. Ja. Volgens mij was dat een Koreaanse of zo. Ik stond bij de receptie en ik had niemand om een ritsluiting open te maken van een jurk. Ja, dat komt als je alleen op reis bent. Ja. Dus ik moest naar de receptie toe en ik had onder mijn kleed, niet dit kleed, had ik een poncho, want het was erg koud in Nieuw-Zeeland. Ja. Het was er 2 graden en veel wind. Ja, dus ik denk, ik vraag de receptionist maar om de ritsluiting open te maken. En ik zei nog, wil je voorzichtig doen? Ja. Want je gaat vaak alleen ook? Ja, dus 50% alleen en 50% met iemand. Ja. Ja. En Hans heeft zich er min of meer aangeboden. Hij wou de kaas opboren. Want het schijnt dat jij niet één kaas hebt, maar verschillende kazen. Ik denk een stuk of 5. Ja. Waarvan 1 Belgische met rode horentjes. Dus als Hans een kaas opvult, dan kan hij mee. Ja, dan kan hij mee. Ja, hoor je dat? Kostuum heb ik ook nog wel, Hans. Nou, dus, kijk. Het zal wel de maat zijn, denk ik. Denk het wel. Stuur maar een foto als dat gelukt is. Maar hoe is dat eigenlijk? Ja, als wielrenner, dat is een van de weinige sporten... wat eigenlijk geen kijksport is, denk ik eventjes, Miek. Althans, ik kijk veel makkelijker op televisie naar wielrennen... dan dat ik langs het parcours sta. Ja, en als je dan... Ik ben een keer naar de Giro geweest. Ja. Maar dan zie je... 10 seconden als je niet gunstig staat en dan is iedereen voorbij. Ja. Ja, en dan wacht je dan 4 of 6 uurtjes op. Ja. En ja. Het is eigenlijk ongelooflijk, Sabrina, als je bedenkt dat een Giro, als nu iemand is die zegt, we gaan een wedstrijd bedenken, op de weg van 3 weken van A naar B over allerlei kolletjes, dan verklaren ze je voor gek volgens mij. Dit moet uit een soort traditie zijn ontstaan. Hè? Ja, dat is natuurlijk wel zo. Het blijft denk ik ook gewoon zo altijd bestaan. Maar je hebt natuurlijk zoveel verschillende wedstrijden ook om te kijken. Op een call is natuurlijk wel leuker om te zien dan op een
doorgaande weg. Want dan is het inderdaad zo. En mijn ouders die zijn ook wel eens komen kijken. En dan is het echt van, zat ze er nog bij? Heb jij ze gezien? Ja, dat is het probleem. Dat is het inderdaad dan moet je iets langzamer gaan rijden. Ja. Om dat goed te kunnen zien. Ja, dat wil je me niet. Wie is er trouwens een supporter? Ja, toch wel mijn ouders. Ja? Ja. Staan die stevast langs de lijn? Nou, eigenlijk de laatste wedstrijden niet meer, omdat ik ook wel heel veel in het buitenland dus fiets. En dan zeggen ze, ja, we kijken wel via de tv, is toch wel beter te kijken. Maar ja, eigenlijk van kleins af aan, al die wedstrijden zijn ze wel met mij en mijn broer meegegaan. Ja. Ja, maar we gaan even naar het palmares van jou kijken. Hè? Je hebt heel veel goede resultaten gefietst. Maar waar ben je nu eigenlijk? Je bent 31, ik weet niet hoe lang de dames doorfietsen. Wanneer ze met pensioen gaan, dat weet ik nooit. Sommigen dus gaan per rensen natuurlijk. Per rensen, sommigen blijven maar fietsen. Kitty Oorzaak. Kijk naar Annemiek van Vleuten. Annemiek van Vleuten, ja. Die komt weer terug. Dat is ongelooflijk, dat is niet te geloven. Ja. Maar waar ben je nu alle trots op? Ik denk toch wel de wereldtitel ploegentijdrit. Ja, in Noorwegen. Ja. 2017. Ja, klopt, ja. Ja. Omdat je doet dat samen. Dat vind ik wel echt een heel mooie overwinning. Dat we daar heel het seizoen naartoe hebben getraind, naartoe hebben geleefd. En dat je zoiets zelf samen kan, van kan genieten dat je dat hebt behaald. En ik heb ook wel natuurlijk overwinningen gewoon in mijn eentje behaald. Maar dat is gewoon mooi dat je dat samen kan vieren. Ja. Krijg je dan ook met z'n allen een regenboogtrui? Nee, dat kampioenschap niet. Het jaar daarna voor het eerst wel. Ja, dus we hebben wel een medaille natuurlijk, maar helaas dat is jammer, hè? Anders had je hier langs kunnen fietsen met een regenboogtrui. Ja, dat is toch wel bijzonder. Top, ja. Maar dat, ja, eigenlijk is het wel apart dat je zegt als team, als je wereldkampioen wordt, daar ben ik het meest trots op. Ja. Maar dat was ook niet met de minste wielrenners. En met wie fiets je? Elle van Dijk, die gaat nu nog steeds mee naar de Olympische Spelen, gaat de tijdrit doen. Lucinda Brandt, Floortje Mackay, Corinne Rivera uit Amerika. En een Canadese, die is nu inmiddels gestopt. Maar waren wel de toppers, ja. Ja. Dus dat was eigenlijk Sunweb? Klopt, ja. Dan is het een gemengde groep. Is er ook een wereldkampioen ploegentijd? Nou, dit is ploegentijdrit, maar landen, een soort ploegentijdrit, maar dan per land? Ja, dat is nu dus. Dus met drie rensters van het land. Die is een mixed relay trouwens. Dus drie mannen en drie vrouwen van Nederland. Ja. Die zetten een parcours af van 20 kilometer. Ja. En dat moeten ze zo snel mogelijk afleggen. En dus die ploegentijdrit van de teams, dat bestaat niet meer. Nee. Dat is dit nu voor in de plaats gekomen. Ik vind het eigenlijk onvoorstelbaar, hè? Want als er toch één sport is die gevaarlijk is, Sabrina. Ik bedoel, als ik de afdalingen zie. Ik zie Hans al meteen knikken. Ik bedoel, Formule 1 is er niks bij. Hoe vaak heb je ook wel eens gedacht, wat ben ik eigenlijk mee bezig? Want hier komt ontzettend veel training bij kijken. Je hebt ook onlangs, of nog niet zo heel lang geleden, ook een hersenschudding gehad. Dat je daar weer. Je hebt ook wel eens blessures aan je knie gehad, geloof ik. Wat ook een langdurige blessure was. Heb je wel eens momenten gehad dat je dacht, nou, ik stop ermee. Want ja, zeker. Wat doe ik er dan maar voor? Ja, vooral met die hersenschudding. Het duurde zo lang. En eigenlijk was prioriteit dat ik weer een normaal leven kon leiden. Want ik kon bijna geen prikkels meer verdragen. Hmm. Dus ja, de fiets was echt bijzaak. Ja. Maar ja, dan op een gegeven moment herstel je en dan komt toch weer de liefde en de passie voor de fiets kijken. Dus op een gegeven moment ga je daar dan toch weer in mee en weer ervoor trainen. Ja. Dus dat blijft dan toch wel een beetje in je zitten. Ja. Dus, maar met al die valpartijen en sommige afdalingen die je dan doet, dan zie je renners voor je remmen en dan denk je, waar gaat hij heen? Ja. Maar dan toch ook wel dat je de controle over die fiets hebt en dat het dan toch weer goed gaat allemaal. Ja, dat geeft ook alweer een mooie kick of zo. Ik kan me voorstellen. Aan de andere kant, wij denken anders ook een beetje aan, als oudere mannen, denken we ook van, god, hoe zullen je ouders hier naar gekeken hebben als er een afdaling is? Denk ook wel vaak met de ogen dicht. Ja? Ja. En, of een sprint. Of een sprint. Ja, want wat zijn jouw specialiteiten? Je kan heel veel, hè? Nou, voornamelijk wel heuvelachtig terrein. Dus wel toch wel het klimmen. Ja. Niet veel koers in Nederland, tenzij het in Zuid-Limburg is. Ja, maar weet je dat je heel veel overeenkomsten hebt met Miek? Nee, ik wist het niet. Want zij is de voorloper geweest van het... Ik ga dit een beetje groter maken dan het in werkelijkheid misschien is, Miek. Maar... Nou, ik was geen klimmer. Je was geen klimmer, nee. Maar in Gaam had je dat ook niet nodig, hè? Nee. Want je hebt de acht van Gaam,
heb je in het verleden, over welke tijd praten we dan? Ja. Ik denk 78, 80 of zoiets. Heb je gefietst? Ja. Beetje de uitslag hoor? Nee, echt niet meer. Nee. Nee. Ik moest altijd als laatste vertrekken, bijna van de laatste, want dat ging op alfabetische volgorde. Dus ja, van achternaam. Ja, van Rens. Nee, Verbers. Oh, Verbers, ja. Dus dat was de V. En, ja. Annie Borking die zat bijna altijd vooraan. En Mieke Havik, de H. Ja. Dus dat zijn achternaam heeft je eigenlijk genekt, anders had hij een glansrijke carrière. Mijn vader, denk ik. dat is de vaders schuld. Maar dus dit is de voorloper. Ja. Dat is ongelooflijk. Jij hebt de Acht van Gaam gisteren gereden. Klopt. Hoe is het gegaan? Ik heb gewonnen. Je hebt gewonnen? Ja. Kijk. Ongelooflijk. Ja, applaus. Ja, en dan denk ik bij de Acht van Gaam, en dat kunnen we nu rustig vertellen, want we hebben alleen maar kijkers in Noord-Limburg en Hoogse Maas en Pelamaas. En misschien kan je het heel zachtjes vertellen. Ik heb soms de indruk bij die criteria dat van tevoren beklonken is. Nee, deze was serieus niet afgesproken. Deze was niet afgesproken? Nee, de meest... Ja, nee. Oh, nou, pas op wat je zegt natuurlijk. Is het... Nee, het was echt serieus. Ja. Echt koers gisteren. Ja. Ja. Oké. Okay. Is mijn opmerking vreemd dat ik dat denk? Nee, dat is niet vreemd. Dat gebeurt wel bij sommige criteriums, ja. En gebeurt dat ook bij vrouwen, bij dames? Bij sommige criteriums wel. Ja? Ja. Dus als ze dan meer hebben gedaan aan de Tour of iets anders, en het is interessant als die en die wint. Ja. Maar zou er ook een kans geweest zijn dat jij gisteren niet mocht winnen? Of hebben ze gewoon gezegd, jongens, koers maar, de beste wint? Ja, het was echt koers, ja. Ja. En hoe ging de koers? Halverwege de wedstrijd reed ik weg met twee andere rensters. Dus toen bleven we met z'n drieën vooruit. En toen in de laatste kilometer viel ik aan bij die twee rensters. En toen één renster reageerde op mij en die trok daarna... Ja, die ging over me heen en toen trok zij door. Ja. En toen was het dus een sprint met z'n tweeën en die won ik uiteindelijk. Nou, hartstikke mooi. Knap, hoor. Knap. En hoeveelste overwinning, hou je dat bij? Nee. Ongeveer? Ik zou het echt niet weten eigenlijk. Nee? Nee. Dat ga je pas doen als je straks klaar bent, denk ik. Ja, mijn oma die houdt het wel allemaal mooi bij. Ja? Een plakboek. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat als de Olympische Spelen begonnen is nu, dat je vooral het wielrennen in de gaten houdt. Daar hoef je geen kaartjes voor te hebben. Hè? Tenminste voor de wegwedstrijden. Nee, klopt. Nee, je kunt eigenlijk gewoon overal langs de kant staan, ja. Ook bij de finish? Nou, dat zal wel lastig zijn, denk ik. Ja, volgens mij 300 meter of zo moet je kopen. Ja, Volgens mij, maar ik weet ook niet zeker. Nee, ik heb me er niet heel erg in verdiept eigenlijk. Ik moet altijd lachen, want je hebt bij het voetbal, bij de mannen, had je de Indiaan. Ja. Die kwam ook altijd regelmatig. Is die er nog überhaupt? Of bestaat die nog? Ja, Kratje is er nog wel, maar niet meer in uniform. Ik trof hem in Berlijn. Ja, dan was hij niet in uniform. Hij ging ook niet meer in uniform. Zijn vrouw is overleden en hij was blij dat hij mij zag, zei dat hij een opvolger had. Ja. Ja? Ja. De Tour heeft ook altijd iemand die daar continu rondloopt, hè? De duivel. Is het steeds dezelfde of is dat... Ik denk het wel. Ja. Met zijn drietand. Ja, maar bij ons heb je er ook een, bij het vrouwenwielrennen. Ja? Ja. Wie is dat? Zo'n rood, wit, blauw Franse vlag, zo'n pakje heeft hij aan. En bij... heel hard te schreeuwen. Het zat keihard te schreeuwen, naar iedereen? Of, Ja, ook wel mijn naam, ook wel vaker, en van mijn teamgenoten. Ja. Maar weet je, is het herkenbaar wie het is? Of? Ja, inmiddels weet ik wel wie het is, ja. 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 Doet dat wat? Moet je daarom lachen? Of, ik moet er wel om lachen. Dus dat hij toch iedere keer lang weer langs de kant staat. Ja, ja. En wat is... je hebt de Giro hoe vaak gereden? Ja, ook al best wel vaak eigenlijk. Maar ik tel het eigenlijk nooit. De Tour? eigenlijk één keer. Eén die keer? Is nu drie keer... Dit is de derde keer dit jaar en de eerste keer heb ik hem gereden. Spanje? Ja, ook al een aantal keren. Ja, ja. Ik kan me wel voorstellen, als je dan mocht je ook geduwd als dame, als je op een berg zit en het gaat niet lekker. Heb je dat ook meegemaakt? Nee. Of niet? Nee. Schouderduw nog wel. Een schouderduw? Ja, tussen rensters natuurlijk wel, maar niet van supporters die langs de kant staan. Nee. En fluimen heb ik al eens ontvangen. Fluimen? Fluimen. Fluimen? Ja, spugen. Ja. Oh, nee, dat heb ik niet meegemaakt. Nee. Ja, ik wel in de tijd. Hey, ja, dan gaan we naar het wegwedstrijd kijken, de Olympische Spelen. Wie gaat daar winnen?
Ja, Lorena Wiebes. Is het parcours geschikt voor een sprinter? Ja. Ik denk dat er wel veel sprinters aan de start staan, ja. 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 En als mensen denken, goh, Sabrina die gaat niet naar de Olympische Spelen. Eigenlijk is dat wel een smetje op jouw carrière. Ja, ik wil je niet in de put praten nu. Maar ja, denk je niet stiekem potverdorie dat ik ook wel een keer bij ja, wil zijn? Ja, dat is natuurlijk supermooi als je daar aan de start mag staan. En als de ploeggenoten daar wel aan mee mogen doen, dan doet het misschien extra pijn. Ja, goed. Er zijn natuurlijk superveel mooie andere wedstrijden. Maar ja, ja. Olympisch Spelen is natuurlijk wel echt de wedstrijd waar je bij wilt zijn. En je hebt niet niks te doen, laten we dat vooropstellen. Want je zit tussen allerlei wedstrijden in, hè? Ja. En dat zijn voornamelijk criteriums. Komende week wel. Ja. Zondag vertrek ik wel nog naar Frankrijk voor Kreis-Breis in Normandië een wedstrijd. Ja. En daarna nog een paar criteriums. Dan weer terug naar Normandië voor Ploué, Tour de Ardèche. Ik kom net uit Normandië, ik ben daar op vakantie geweest. Ik ben net te vroeg weggegaan. Daar. Ah, ja. Ja. Ja, ik zit er volgende week. Ja? Oh, oké. Okay. Ja, maar jij gaat golven vooral. Ja. Zeker. En is dat een ronde van Normandië? Zijn dat verschillende etappes in Normandië? Tour de Normandië heb ik 2 maanden geleden gehad. Ja? En Kreis-Breis is gewoon 1 dag. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar je wilt ook het liefste, wat je geeft aan... Ik vind het fantastisch om als ploeg wereldkampioen te worden. Maar je wilt ook vooral finales rijden. Ja, klopt. En waarom is dat zo aantrekkelijk? Ja, dat spelletje spelen, zeg maar. Dat je mee zit in de finale, zoals gisteren. En dan eigenlijk al een paar rondes zo aan het denken bent van... Ja, hoe ga ik die twee verslaan? Dus, ja. Ben je dan mee doorgeloosd? Ja, uiteindelijk die nu tweede is geworden, die staat wel bekend als sprinter. Dus dan probeer je wel een plannetje te bedenken om haar toch wel moe aan de sprint te laten beginnen. Ja. En dat is gelukt. Dat is nu wel gelukt. Dus je hebt het druk genoeg nu, maar je volgt de Spelen wel. Baanwedstrijden. Heb je dat ooit gedaan trouwens, baanwedstrijden? Nee. Veldrijden heb je gedaan? Ja. Op de weg? Ja. Baan niet, hè? Nee. Mountainbike wel, geloof ik. Of niet? Ja, dan mag je geen naam noemen eigenlijk. Dat is gewoon hier in Helderse Bossen is dat. Ja. Ja. Geen grote wedstrijden. Nee. En de baan nooit gedacht, god, dat wil ik ook wel eens proberen. Ik heb wel eens getraind op de baan, maar ja, ik ben gewoon een buitenmens, buitensporter. Die continu dezelfde rondjes, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Ja, continu dezelfde rondjes, Hans, dat is hier wel de bedoeling. Ja, dat is hier wel, ja, inderdaad. Maar wel buiten. Het is wel buiten, dat klopt. Maar ja, de vlag wordt iedere keer verzet, hè. Dus met andere woorden... Je loopt niet precies dezelfde rondes. Ja, je loopt wel naar de green toe. Ja. Maar op de green wordt natuurlijk om de 2-3 dagen de vlag verzet. En zoals nou staat die misschien in het midden. Ja. Ja. Maar dan kan hij links staan, kan hij rechts staan. Net iemand, ik weet ook niet wie er was hoor, maar die stond 5 meter van een boom af. Mm. En ik kreeg het voor elkaar om in die boom te slaan. Ja, kijk. Ja, dat was niet de bedoeling, denk ik. Die heeft geen les gehad voor jou, denk ik. Dat weet ik niet. Ik weet niet wie het was. Dus. Nee. Ja. Bij golf doet er geen Nederlander mee? Nee, helaas. Helaas. Ja, Joost Luiten heb ik het dan over. Die had eigenlijk een rechtszaak aangespannen. Want die had wel alle criteria gehaald om mee te mogen doen. En nu... Had hij de rechtszaak had hij gewonnen en dan had het IOC, die had al de plaats vergeven. Dus ja, dan vangt hij ook weer achter het net. Ja. En het was eigenlijk een vervelend moment dat het, hè, met die rechtszaak. Want hij had ingeschreven bij, of een uitnodiging gekregen, zo moet ik het zeggen, bij het British Open. En die was volgens mij nog veel te veel met die rechtszaak bezig. Hmm. En ja, dus met andere woorden van, dan presteer je daar niet. Golf is, je moet alleen aan golf denken, anders dan lukt het niet. Nee. Als je hier binnenkomt en je bent niet met golf bezig, dus zo van, oh, heb ik het gas van huis nou wel of niet uitgezet, dan ga maar naar huis toe, want dan sla je geen bal. Ja. Alles moet kloppen bij golf. Jarenlang is het geen Olympische sport geweest, hè? Ja, inderdaad, dat klopt. Ja, dat waarom? Je hebt meerdere sporten die niet Olympisch zijn. En later dat ze dus dat het populair is. En ik denk dat als het echt een hele mooie kijksport is, dat ze dan sneller zullen kiezen van jongens, daar maken we een Olympische sport van. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Hè? Dus daar moet je me niet aan vast klampen. Maar het is. Ja. Maar ik ben wel. Ja,
wel benieuwd wat ze dus dadelijk gepresteerd wordt op de Olympische Spelen. Zeker met golf en hockey, want ja, daar zit er nog steeds zo diep in. Dat zal er ook nooit meer uitgaan. Ik zit ineens aan Sabrina te denken. 31, je kan eigenlijk nog 3 Olympische Spelen mee, hè? Ja, toch? Dat zou ik zo kunnen. Ja, als ik kijk tenminste naar Annemiek. Want hoe oud is Annemiek? 41. Ja, die wordt 42. Ja, precies. En als je goed voor jezelf zorgt, dan kun je nog een aantal mee. Nou, ik weet niet. Ik denk het niet, toch? Nee, want je bent naar een ploeg gegaan om even toch iets lager dan de absolute top. Zeg ik het zo goed? Ja, klopt. We rijden nu een combinatie van echt wel de World Tour wedstrijden nog steeds, maar ook net een niveau eronder. Yeah. Ik zit in een team met heel veel jonge meiden, jonge talenten. Yeah. En daar ben ik een van de oudere, ervaren rensters. Yeah. En een beetje mijn taak is om dus wel die jongere rensters gewoon mijn ervaringen te delen en hun soort van op te leiden eigenlijk. Mm-hmm. Je hebt de topsportacademie gedaan, hè? Of niet? Ja, klopt. Ja. Wat wil dat zeggen? Dat is een hbo-opleiding, maar waar bereid je dan? Is dat een commerciële, economische opleiding? Ja, was marketing, communicatie en evenementenorganisatie. Dus eigenlijk wat je eigenlijk in de sport ook allemaal tegenkomt. Zoals media, social media, wat je nu tegenwoordig bij moet werken. Ja. Dat krijg je dus in die studie. Dus je blijft gewoon in de wielrennerij later? Dat zou ik niet weten, maar ja, wie weet. Ik vind het wel heel erg leuk om zo die jonge meiden zo te helpen. Dus, ja. Ja. Want je bent nu een ervaren rot, gepokt en gemazeld. Je probeert dat over te brengen. Wat is de grootste valkuil die de jonge renners hebben? Het is snel willen, zeg maar. Dus eigenlijk met de krachten smijten. Dus eigenlijk al vroeg in de wedstrijd gewoon op kop rijden of onnodig gaten dichtrijden naar rensters die dus zijn aangevallen. Terwijl dat misschien nog niet hun taak is. En gewoon wachten tot de grotere teams dat eigenlijk oplossen. Mm-hmm. Wij zijn een iets kleiner team. En zij zijn dan gewoon te enthousiast. En ze willen, oh, dan rijdt iemand weg. Oh, dan moeten we gelijk dicht rijden. Ja. Dus dan zeg ik, rustig blijven. Dus je leert ze geduld te hebben. Ja. Heb je dat zelf ook vroeger... Ik herken al die dingen, dus dat is mooi, ja. Jij was gewoon al 50 kilometer voor de finish was je kapot. Ja, maar ja, daar leer je van en dat vind ik nu wel mooi om dat op die meiden over te brengen. Ja. Nee, maar en bij zo'n criterium ben je dan ook echt gesloopt? Want voor sommigen is het de training, hè? Ja, het is wel echt een mooie intensieve prikkel, zeg maar. Ja. Het is wel 1,5 uur en echt op je maximale hartslag. Dus het is wel pittige inspanning, maar ik vind het heel erg leuk en net iets heel anders dan onze andere wedstrijden. Kijk, bij de Olympische Spelen hebben ze geen oortje in. Nee. 4 jaar geleden ging het helemaal mis, hè? Want op een gegeven moment werd er niet goed gecommuniceerd. Jullie kunnen tegenwoordig precies bijhouden hoeveel wattage je nog hebt. Ja. Dat heb je bij golf niet, hè? Dat je de wattages bijhoudt, geloof ik. Nee. Maar ik vind het heel interessant. Hoe werkt dat? Je bent aan het fietsen. Ja. En dan vervolgens denk je, moet ik nou op een gegeven moment harder gaan fietsen? Moet ik me inhouden? Hoe zie je dat? Hoe dat precies werkt? Of hoe ik er naar kijk? Ja, hoe werkt dat? Hoe kan je dat zien, die wattages? Je hebt dus een powermeter in je krenk zitten. Dus je... Iedere pedaalslag, dat meet dat apparaat. Ja. Dus als je een paar keer heel hard op je trappers gaat staan, dan komt er natuurlijk een heel hoog wattage te staan. Ja. Maar als je gewoon een rustige duurrit rijdt, dan is het maar 200 watt of zo bijvoorbeeld. Dus je wordt gewaarschuwd als je denkt, goh, ik ben nu eigenlijk aan het forceren. Ik doe nu even wat rustiger aan. Ja, dat zou kunnen. Maar in de wedstrijd, ik kijk nooit op mijn powermeter. Nee. Maar in de training, dan kan ik wel specifieke blokjes doen. Ja. En je kunt dan een inspanningstest doen, bijvoorbeeld 20 minuten. En aan de hand daarvan kun je komen zien... die trainingszones naar boven. Ja, precies. Kun je zien hoe je conditie is. Ja, klopt. We zijn een beetje door het programma heen, maar ik heb Hans gevraagd, met jullie goedkeuring trouwens, om aan het einde toch ook een balletje te slaan. Want hebben jullie ooit gegolfd? Nooit, ik nooit. Ik snap dat niet, want golf komt van kolf. Dat is oud-Nederlands voor stok. Dat klopt, hè, Hans? Ja, nou ja, goed, inderdaad, dat klopt. Ja, 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 ja. En ik vind ook dat golf die supporters moet hebben, hè? Met kaas op hun hoofd. Zou het mogelijk zijn dat wij, als we dadelijk hebben afgesloten, toch een balletje slaan, ooit gegolfd?
Nee, ja, heel vroeg met opa, dus misschien heb ik daar iets van meegekregen. Hij ziet toch al de manier... Dat zie ik meteen. Hij ziet, de manier waarop je loopt, ziet hij of je talent hebt. Die kraanvogels, niet? Die kraanvogels staan er heel goed bij. Maar dat gaan we nu even doen, Hans. Ja, nee, dat is goed. Met je goedkeuring dat is goed. Gaan we een balletje slaan. Dan wil ik de kijkers danken voor het kijken naar Zomer in het Zuiden. En de volgende week zijn we er weer. Dank voor het kijken. Dus we beginnen inderdaad echt bij het begin. Nou, de bal die ligt dus op de green, hè, op het mooi gemaaide stukje gras. Dan pak je de club, die pak je vast in de levenslijnen van je hand. Dus je hebt je linkerhand en dan leg je die grip in de levenslijnen. Dan zet ik mijn linkervoet zet ik 1 voet breedte naar buiten en mijn rechtervoet zet ik 2 voet breedte naar buiten. Maar nou komt het, nou komt het. Ik moet namelijk zorgen dat ik met mijn ogen boven de bal zit. Dus als ik gebogen ben, lekker door de knieën, dan kruip ik een beetje naar voren. Hoe kan ik dat testen? Ik pak een tweede bal, die zet ik op mijn ogen, ik laat hem vallen, schiet die boven op die bal, dan stond ik goed. Ja. Ja. Ongelooflijk! Hans! Ja, sportvrouw hè. Dat kan niet anders hè. De eerste keer dus, ja, het is toch van mijn opa dan. Niet te geloven. Meteen inschrijverslid, denk ik. Ja, nou, dan maak je special lid. Oké. Okay. Nou, hartstikke knap. Ja, keileuk. Heeft ze talent? Zeker weten, zeker weten. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Eikenduin.